What's good everybody? It's your boy Daddy Smassa, we zijn terug met een gloednieuwe YouTube-video, man. Ik ga jullie nu al zeggen, we zijn back in the building, we zijn back in the business. En vandaag gaan we gewoon een prank out doen, man. Maar niks, ik ga het eerlijk houden. Ik denk dat we wel een paar mensen kunnen voelen. En ik was al hier even aan het kijken naar winkels die open zijn. En nu momenteel, ik heb gezien dat Oxfam aan Gent en Pieters open is, dus we gaan... Hallo. Hallo, goedemiddag, ik spreek met Constantin Ademoula. Ik was vandaag op zo'n winkel in Gentse Pieters en ik was zo een product aan het kopen voor zo'n chocola. En er was een klein lief hisbisch in. Ja, maar dat kan toch bijna niet, want u bent hier aan de Oxfam winkel in Gentse Pieters. Maar wij zijn niet open. We zijn maar vanaf dinsdag open. Misschien ik denk is Oswam ook wel het centrum, maar ik heb gewoon gebeld naar de disbezende Oswam van Gent en ik heb gezien, dat is de nummer. Ja, maar je bent hier wel in de winkel van Gent St. Pieters. Ah, oké, en je probleem. Maar mevrouw, is dat normaal dat is liever een beetje in mijn choco? Pardon? Is dat, sorry, mevrouw, mijn Nederlands is niet zo goed. Wat? Ja, Is dat normaal dat lieve heersbeestje is in mijn chocola? Lieve heersbeestje is in chocola? Nee, dat is niet normaal. Ja, ik had chocopasta ook van mijn kot en het was lieve heersbeestje toen dat broodje aan het smeren was. Ah ja, nee, dat is niet normaal. Maar, je moet het teruggeven, hè. Maar je kunt dat hier niet teruggeven, want het is in de andere winkel. Begrijpt u? Ja. In de winkel aan de Zuid dat u geweest bent. Want u kan hier niet gekocht hebben, want onze winkel is nog dicht. Die gaan we volgende week terug open. Ik ben hier nu aan het werk als, ja, voor alles voor te bereiden. Begrijpt u? Ah, oké, mevrouw, dank u. Dus ik ga mijn haar terugkrijgen als ik naar daar ga. Ja, ik denk het wel. Hè. Pak je potje mee en leg het uit. Hè. Ik kan natuurlijk niet spreken voor die winkel, maar ik denk wel dat het zal terugkrijgen. Oké, okay, mevrouw, dat, maar mag ik je nog één vraag stellen? Ja. Hoe is de quarantaine voor jou aan het lopen? Wat? Hoe is de quarantaine voor jou aan het lopen? Ja, hoe is quarantaine voor jou? Voor mij? Dat is moeilijk, dat is voor iedereen moeilijk, hè? Ja. Maar het is nog niet gedaan, hè? Ik heb gehoord dat je nu met meer dan 3 mensen mag lopen in de straat, hè? Met 4 vanaf zondag. Oh, dus ze hebben dat weer soepeld. Als ik beslis om 5 mensen te pakken, wat gebeurt met mij? Nee, geen 5 mensen. 4 mensen bij je thuis en buiten 2 mensen. Oké, mevrouw. Bedankt voor de informatie. Ik ben hier op internet. Ja. Oké, dag. Nee, ik ben echt slecht, man. Dus ik heb gewoon Oxfam gebeld, man. Hey. Yo, Oxfam, we zijn er, man. We zijn aanwezig. Oeh, de Albert Heijn. Aan het Gelamco Arena. Eens luisteren. En een heel goede middag bij Constantin Ademoula, mevrouw. Ja, hallo. Ik had vandaag een broodje, sorry. Ik had vandaag tonijn belet. Ken je dat? Tonijn belet. Ja. Ik heb dat vandaag gekocht en dan ik heb dat open gedaan. En toen dat ik aan het snijden was, er was nog een beetje een stukje vis dat mijn haar in is, dat normaal? Oei. Ja, komt u het maar terugbrengen, meneer. Ah, maar sorry, mevrouw, maar mijn Nederlands is niet zo goed. U mag het terugkomen brengen. Ah, oké. Kan ik jullie aanklagen? U kunt gewoon naar de service bar komen. Ah, de service bar. Wat is je naam, mevrouw? Mijn naam is Claire. Hey, jouw Nederlands is echt mooi, mevrouw. Ik heb je mooie stem, maar ik heb je... Ja, dankjewel. Nee, maar komt u maar terugbrengen, meneer. Wanneer het u past. Wanneer in mijn past? In de gelegenheid. In de?
Mevrouw, jij gebruikt moeilijke woorden, sorry. Ik heb gehoord waterkant en gelegenheid. Sorry, ik versta u niet. Even overnieuw proberen. Oké. Zeg je maar. Ja, dus mevrouw, kan ik jullie aankragen? Yo, ik ben echt slecht, man. Ik ben echt slecht, man.